Wat jij niet beseft, is dat jij net in de duurste auto ever hebt gereden. Ever? Waarom zijn we hier? Om de oogst te bekijken of het rooien. Dat is een van de meest moderne machines die hier rondrijden. Vier rijen tegelijk. Dit lijkt wel een huis op wielen. Dat is de jongen die ons vorige keer bij me mee mochten rijden toen we ze gingen planten. Met die automatische trekker? Ja, we zitten op de trekker. Ja, hij zwaait terug. Mogen we mee? Kom, we gaan gewoon mee. We vragen het niet. Hij doet ook gewoon de deurtje open, hè? Wat ben je voor als meteen? Eens mee. Wij mogen eens mee bij jou, hè? Ja. Ja, we denken ook echt bij alles iets, hè? Voorop de machine, daar zit dus de loofklapper. Loofklapper van de week. En de loofklapper die verwijdert dus het loof en dat loof gaat dan opzij weg. Zijn dat messen of zo? Ja, klepels zijn dat. Dus je hebt hier nog niet aan de voorkant de aardappelplant uit de grond getrokken? Dat gebeurt dus hier van voren. En onder die schijven zitten dus messen. En die messen die scheppen dus eigenlijk het hele bed, scheppen ze mee naar binnen. En dan zit er een zeef of zo? Zeefkettingen zijn dat. Dus die draaien dus rond en dat zijn allemaal spijltjes. Die spijltjes zijn zo groot dat de aardappel daar niet tussen valt, maar de grond kan er wel tussen vallen. Links zien we wat overblijft van de plant en rechts zien we nog de planten. Oh, wordt ingehaald. Ja, we lossen de bunker nu. Vet, jij geeft nou gewoon je aardappels aan hem. Ja, de aardappels worden verzameld hierachter in de bunker. En de bunker valt nu dus leeg in de keeper. Hij rijdt eigenlijk een beetje te vroeg, hè, want de bunker is nog niet leeg. Hier blijven jij. Ja. Zet jij ons weer even af thuis, daar, thuis. Bij de auto. Wat jij niet beseft, is dat jij net in de duurste auto ever hebt gereden. Ever? Raad eens wat die machine kost. Een ton. Nee. 2,5 ton? Nee, 4,5 ton. Als aardappelteler huur je zo'n machine. Ongeveer 200 à 250 euro per uur heb ik mij net laten vertellen. En zo'n machine is pas rendabel om te maken als die 350 hectare kan rooien per jaar. Precies. Dus je moet heel veel aardappels rooien, wil dit rendabel zijn. Hier alleen op het eiland Tholen is 3 à 4.000 hectare. Kees, hoeveel hectare was er ook weer in heel Nederland? We zoeken hem op. En dat is nog steeds niet het laatste punt, want er is nog één dingetje. En dat laten we in de volgende vlog zien.